vandaag een super mooie ochtend gehad, want we hebben met heel veel mensen, al deze mensen, wat afval opgehaald. Een aantal meters bij de garnalenfabriek. Het is heel bijzonder, want er zijn heel veel kinderen. Alle kinderen hebben heel hard gewerkt. Maar wat mooi is dat we meer dan 250 vuilniszakken vol hebben opgehaald. Super veel. En aan het einde is het feest voor de kinderen met lekker watermeloen. We hebben lekker een feest met calamari en de ezel. Het is mooi om te zien dat iedereen zich steeds meer bewust wordt. Want wat een afval ligt hier. Ik ben er zelf heel erg van geschrokken dat er zoveel ligt op dit kleine stukje. Je weet nooit hoeveel plastic er ligt. Het is altijd gewoon... Elke dag gooien er mensen meer plastic. En daarom doen we bijna elke dag een beach clean-up. Zoveel voor ons, dus daarom doen wij ook iets terug voor de aarde. We hebben een Kids Beach Cleanup georganiseerd en er zijn heel veel mensen gekomen. Heel veel kinderen, gezinnen, maar ook mensen die gewoon dachten ik kom helpen. We hebben een groot deel van het strand schoon kunnen maken en zo beginnen we het nieuwe jaar fantastisch.